De binnenvaarttanker Lazio heeft maandagochtend vroeg de Botlekbrug geramd. Bij de aanvaring raakte de 46-jarige Belgische schipper gewond. Personeel van de havendienst boden eerste hulp aan de vrouw. Een ander schip heeft de tanker langs zij genomen en afgemeerd bij de Hartelsluis. De stuurhut van het schip is volledig verwoest door de aanvaring. Er waren ook nog twee andere bemanningsleden aan boord. Beide hielden er geen letsel aan over. De schipper uit het Belgische Merksem is behandeld in het Ruwaard van Putten ziekenhuis. De Botlekbrug heeft wel schade opgelopen, maar is wel toegankelijk voor verkeer. De zeehavenpolitie doet onderzoek naar de toedracht van de aanvaring.